Maar ik ga er niet zo gauw in. Dat zal niet makkelijk gaan hoor. Geen zin om bedisseld te worden. Ik wil er helemaal niet naartoe. Hier krijg je me met geen takelwagen naartoe. Wacht er nog heel lang mee, zo lang mogelijk. Zo lang mogelijk thuis, ja. Als ik misschien 100 ben. Als je helemaal niks meer kan zelf. Misschien dat ik van mijn hoofd af ben. Als je een beetje dement wordt of zo, dan... En dat ik een beetje ga denken, nou ja, ik weet het allemaal niet meer. Als niemand me meer begrijpt en ik een ander niet, dan is het klaar. Dat ik zelf niets meer ken. Ja, dan zou ik helemaal hulpbehoevend moeten zijn, denk ik. Ik heb nou spierreuma, maar ik ken al verschillende dingen. Maar bedoel, als ik dat niet meer zou kunnen, ja, dan kan ik niet mijn schoondochter en anderen voor het werk zetten. Ik heb ook geen kinderen die vlak in de buurt wonen. En alleen misschien, hè, als je alleen bent. Want als je niks meer kan, dan kom je ook de deur niet uit en dan zie je niemand meer. Nou, dan ben je zo eenzaam, hè, misschien. Nee, dan moet je echt. Als ik thuis niet meer verzorgd kan worden. Ziekenhuizen houden je maar kort en dan moet je toch ergens naartoe. Ik woon hier in een aanleunwoning, ja? Dus dan moet je zelf voor je eigen zorgen. En die aanleunwoning staat bij het verzorgingshuis. En daar hebben wij bewust voor gekozen, omdat het ja, wat moeilijker gaat. Alles is eigenlijk bij de hand, laat ik het zo zeggen. Er zit in een woongemeenschap, dus er is altijd contact met... Al ga je de krant 's morgens maar halen? Ja, nee, dat vind ik prima. Ik hou wel van gezelligheid. Kom je iemand tegen en dan kan je een praatje maken. Ja. Dus je voelt je eigenlijk niet eenzaam, laat ik het zo zeggen. Precies. Ja. Dat is wel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Ja.